We hebben onlangs een hele bijzondere en paradoxale ontdekking gedaan, waarbij we gevonden hebben dat bacteriën, wanneer ze worden blootgesteld aan extreme groeiomstandigheden, eigenlijk zonder celwand kunnen gedijen. En dat is bijzonder, want over het algemeen wordt de celwand gezien als juist een beschermende mantel die alle bacteriën beschermt tegen invloeden van buitenaf. Nou, waar we hier naar kijken is de groei van deze bacterie wanneer die wordt blootgesteld aan hoge concentraties van zout of sucrose. En wat je kunt zien is dat die op dit moment cellen, ronde cellen zonder celwand begint uit te scheiden. So if we take those bacteria that grew without the cell wall and bring it to this microscope, this confocal microscope, we can add dyes to the cells, so we are able to identify them and basically visualize if they are in the culture and if they have a membrane or if they have a cell wall or if they don't, like in this case. So we can see that most of these cells don't have a cell wall. Nou, hoewel we ons in dit onderzoek richten op relatief onschuldige bacteriën, zijn we nu aan het kijken of deze respons, het groeien zonder celwand, ook gebeurt in bacteriën die ons ziek kunnen maken. En misschien zonder celwand op die manier onzichtbaar blijven voor ons immuunsysteem.